Want vroeger maken ze ik maar klaar in muren en dat hebben we nu weer ik maar niet. Eerst hebben we takken en dan hebben we maar takken terug in de vlechten. En dan hebben we heel goed gas met klaar mixed. En dat hebben we dan helemaal terug in gedrukt. En is dit nou het jinnige hoes wat je hem hebt? Nee. Dat vind je op de beeld zit nou in. Ja. Maar die is... Een bunker. Ja, en dan kan je het onderlezen. Het is haast een dwarpje wat je hem hebt. Ja. Eigenlijk is wel. Ja. En hoe heet het? De Heels of Obbe. Ja, yeah. De Heels of Obbe. We zijn die jongens uit hier laat nou. Hier, stil. En wat is dit? Nou, dit is dus een eilandje met vier droegen. Alleen nog hij is een beetje hier uitdroegen. En en in de winter geven we er soms wel in een kleedje. Op steen. Ja, op stenen stampen en zo. En straks als het mooi waar is, zwemmen? Nee, dat net. Nee. Dat is net zo'n jipje. Hoe ben je hem nou op het idee gekomen voor deze hut? Nou, die jongen, Menno. En ik die fietste hier zo langs en toen zien we deze bultje lezen. En toen zag ik ze in Menno, zullen we hier een hut bouwen? Nou, Menno zei oké. Dan gingen we hier eerst helemaal onder de bult. Toen werd de bult helemaal begroeid, heel heeg. En zo ben ik een beetje hier op het idee gekomen. Wat gebeurt je straks, mooi? Nou, die gaat zo met die fot. Ja. Waarom? Nou, dat brengen ze fot, dan maken ze die sletten even dicht. Ja. Is dat net schande? Nou, dat vinden wij wel jammer. Nee. Ja. Nou kunnen wij net meer op bordje. Zie je hem dan niet protesteren? Nee. Het is nog niet zo. Ik ben hier in de kloostertuin van het klooster, Karmelklooster in Drachten. En wij hebben hier sinds 2000 een groep van groei en bloei. Sinds die tijd onderhouden we het op Vrede Moor, mijn groep. En één keer per jaar gaan we de hele ploeg op stap. En dan gaat het mal? Nee, dan gaan we gewoon van alles bij deel en... Bichien en meestal ergens lekker eten en nee, heel gezellig. Oké, dat wel. Dus dan spring je hem uit de baan? Nee, dat doen wij nooit. Oh, nee? Nee, we zijn het zo. Nee, we zijn echt tuinmeesken. Ik vind het gewoon leuk en we hebben een hoop willen. Wil je dan ook een beetje spiritueel dat je hier in de kleedstuin bezig bent? Nee, dat bedoel ik wel nuchter als Triërs, hè. Nee, dat is. Wat zelfs die vragen? Waar we er spiritueel van worden? Nee, dat geeft mij een beetje te ver. Ja? Okay. Ja. Ja, cool, nee. Wij zijn maar al die nonnen die hier omroen en monniken. En, Dus je kan wel respect voor wat ze. Dat ze hun opsluiten leren. Uiteindelijk. Ja. Dat is toch zonder de boetewereld. Ja. Hè? En mij is er net uit. Hè? Zij is wel van dat het hek hier had. Nou, dat jij er dus midden in kleerste dat je op die put staat. Nou, en daar stond ze met de oren met de dochter te praten. Achter de tralies.
tralies zijn er toch vroeger. Nou, dat is dit hek. En dan mochten de ouders die mochten dan mooi hun dochter praten door het hek? Ja, door het hek. En dat hek had ze binnen bijhalen en ze als aantekening dat het hek hierop kwam, die tralies. Nou, dat zei ze, jongens. Ja. Kun je me beter even in de narcissen omgriemen? Zag, even lekker handen wasken en dan wil ik het.